De Plusbus gaat maandag weer de weg op. De vervoersdienst voor 60-plussers in Westland en Hoek van Holland stond een paar maanden aan de kant vanwege de corona-uitbraak. Er wordt gestart met het rijden van twee bussen, waarbij maximaal twee reizigers weer van A naar B worden gebracht. Het is van belang dat passagiers zelf in en uit kunnen stappen, zodat er geen fysiek contact hoeft te zijn met de chauffeur. Bovendien is er een dringend advies om een mondkapje te dragen. Dag meneer Verheijn.